Ja, in één woord heel veel rust. Dat is in één woord wat het me heeft opgeleverd. Dat ik het veel makkelijker vind om. Ja, het is een beetje op mijn intuïtie. Dat vind ik nog steeds een beetje moeilijk om hardop te zeggen, grappig genoeg. Maar het is nu wel een soort systeempje geworden voor mij. Ik weet hoe ik naar mijn intuïtie luister. Namelijk stap dit, stap dat. En dan weet ik dat het goed is. En dan hoef ik niet nog allerlei andere opties de hele tijd maar te overwegen. Ook trouwens wel ook in relaties en in gesprekken, dat ik het makkelijker vind om onderscheid te maken, letterlijk, tussen wat is van mij en wat is van iemand anders. En daardoor ook allerlei emoties en dingen veel minder. Nou, als ik besef dat het niet van mij is, dan is dat veel makkelijker. Het maakt alles gewoon veel makkelijker en veel sneller, omdat je niet, als je cognitief in gesprek gaat, dan krijg je heel vaak, ja, maar dit, ja, maar dat, ja, maar dit, ja, maar dat. Terwijl Ja. als je werkt met een, ja, meer onderwatervraag, zeg ik dan maar, of met een opstelling, ja, dan voelen mensen gewoon wat je bedoelt of wat zij zelf nodig hebben. Wat ik inderdaad ook al eerder tegen jou zei, was dat ook wel bij het woord intuïtief mensen natuurlijk allerlei plaatjes hebben. En dat mensen die ik sprak, sommigen heel enthousiast waren en anderen die dachten dan van, maar wat ga je dan doen? Ga je iets met aura's of zo zeker doen? Niks mis met aura's hoor, maar dat is het dus helemaal niet. Het is echt steeds met heel praktische vragen, krijg je gewoon allerlei tools en middelen en werkvormen om heel snel tot resultaat te komen. En dat kan ik echt ontzettend goed toepassen. Ik denk dat het gewoon mensen heel erg kan helpen om ook gestructureerder, een beetje raar woord, maar je intuïtie serieus te nemen en dat wat onder water gebeurt serieus te nemen. En waarom zouden ze dat moeten willen? Nou, omdat je daar bijvoorbeeld veel rustiger van wordt, maar ook veel effectiever en veel sneller. Ik heb veel minder, ik doe veel minder overbodige dingen. Niet alleen in gesprekken, maar überhaupt in mijn werk. Dat ik denk, ja, moet ik dit eigenlijk wel doen? Nee. Oké, nou, dat scheelt weer 5 uur werk of zo.